Nice, nice, nice. Yes! Oeh! Een mineshaft, of niet dan? Hey kijkers van Minecraft Terms, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe TDT server met 2.0 met een tweede aflevering. Oh yeah! Voor de mensen die gisteren geprobeerd hebben te joinen met de TDT server, in ieder geval mijn excuses, want het waren er bizar veel. Zoveel mensen in een korte tijd die proberen te connecten met de server hebben we nog nooit gehad. En dit hebben we ook totaal niet verwacht. Dus mijn excuus is dat het gisteren nou niet bepaald een succes werd. Alles, ja, lijkt bijna te werken. We zijn bezig om de laatste puntjes op de i te zetten. Terwijl jij deze video nog kijkt. Dus we proberen vandaag nog de server open te gooien. Hou gewoon echt even mijn Twitter en de TDT server Twitter in de gaten. Dat alles open is. Ik durf geen tijd te geven. Want gisteren toen ik de tijd gaf om 8 uur, probeerden er meer dan bijna 1000 mensen tegelijkertijd de server te joinen. Wat wij ook gewoon niet aan hadden zien komen. Dus mijn excuses daarvoor betreft de whitelisten. Mensen die gisteren een whitelist hebben gekocht, die staan gewoon op de whitelist. Dus maak je daar geen zorgen over. En voor andere mensen die vroegen van, hey Vincent, komen er ook andere betaalmogelijkheden? Ja, die proberen we vandaag ook nog door te voeren. Als excuus voor gisteren probeer ik deze week voor jullie nog te livestreamen op de TDT server. Dus mijn excuses nogmaals tegenover jullie. Alleen ja, we proberen gewoon vandaag ergens de dag gewoon de server online te zetten. En als dat eenmaal zo is, dan wordt er ook meteen getweet op de Twitter van mij en op TDT server Twitter. Wat ik zei, als excuus probeer ik in ieder geval te gaan streamen deze week. Wanneer dat zou zijn, durf ik niet te zeggen. Hou daarom gewoon even Twitter in de gaten, dan weet je het eigenlijk direct. Maar wat we vandaag wel gaan doen, is verder met ons verhaal. Ik hoop dat jullie allemaal nog net zo hyped zijn als mij, want echt holy chips. Dit wordt echt fucking vet. Echt, dit gaat heel tof worden. We gaan alleen nog niet naar de steden, want eigenlijk is het beste wat je nu kan doen is geld, spullen, dat soort stuff allemaal gaan verzamelen. Dus eigenlijk wat we hier moeten gaan doen is gaan verzamelen. Wat ik zei, we hebben al 63 iron ingots. Super chill, want we hebben full iron en we hebben een iron sword pickaxe die bijna kapot is. Oké, QQ. Die hebben. Wat we het beste kunnen gaan doen nu is momenteel op zoek gaan naar diamonds. Gok ik. We maken even deze pickaxe in ieder geval kapot. Of even op. Dit was onze mine van gisteren. Laten we even kijken wat hier nog in zit. En voor de mensen, ik hoop dat jullie allemaal mezelf een duimpje omhoog drukken. Gisteren hebben we 4200 likes gehad uit mijn hoofd. Dus laten we vandaag echt een keer die 5000 likes halen. Halen we vandaag die 5000 likes en morgen overmorgen. Ja, daarna ook meteen. Wat ik zei, dan ga ik gewoon ranken weggeven, whitelists weggeven. In ieder geval alles voor jullie. Dus laten we gewoon die 5000 likes hitten. Ik weet dat jullie het in jullie hebben. Vandaag is in ieder geval wel de video om 12 uur online gekomen. Gisteren was YouTube weer lekker aan het ahoeren met het verwerken van de video's. Dat was echt mooi balen. Daar baalde ik echt, maar dan ook echt als een stekker van. Even kijken, waarom gaan we hier eruit eigenlijk? Laten we gewoon naar beneden gaan. Boeien, we gaan gewoon naar beneden. Ik ga gewoon helemaal eruit en ik ga een keer weer weg. En dat is totaal niet slim. Want als we nou gewoon hier naar beneden gaan. We gaan gewoon hier naar beneden zo. Hoppatee, we gaan ook even meteen tortjes plaatsen. En bam. Hoppatee, daar gaan we. Even kijken. Zo, hebben we nog sticks bij ons? Ja, we hebben sticks bij ons. Boom. Boom, boom. Dan hebben we 12 toortjes erbij. Nice, oké. Als we nou even diamonds gaan vinden. Hè? Als we nou de eerste diamonds hebben, dan zijn we gewoon rijke tata's. En dan komt het helemaal goed. Voor de mensen die zich afvragen van Vincent, maar wat voor betalingsmogelijkheden komen er dan nog? We proberen Ideal toe te voegen. We zijn bezig met Mr. Bank Cash of zoiets. Dat is een Belgische bank. Nog iets, durf niet te zeggen. PayPal blijft. En we zijn aan het kijken voor de mensen. Want ik kreeg echt vorig jaar zo vaak de vraag. Om PC-cards toe te voegen. Daar zijn we nu druk mee bezig om te kijken of daar mogelijkheden voor zijn. Zodat jij een whitelist kan halen. Oh my god. Dus wat ik zei, hou goed shop.thedutchterms in de gaten. Want daar kan je in ieder geval je whitelist halen. Overal anders waar je een whitelist kan halen is allemaal bullcrap. Niet geloven. Trap daar alsjeblieft niet in. Wees daar voorzichtig mee. Want alleen wij verkopen die spullen via shop. .thedutchterms.nl. Oeh, ik heb eigenlijk best wel zin om te livestreamen één deze dagen. Ik hoop jullie ook. Ik heb er eigenlijk best wel veel zin in. Oeh, redstone. Nice. Dat is voor later wel zwaar chill. Huppatee, meteen meenemen. Hopelijk een heleboel blokken. Nice. Fancy. Kom maar bij mij. Dit is al niveau 11. Dus hier moeten de diamonds zijn. Wel redstone, though. Let me check. Redstone weg, want dat nemen we gewoon mee. Zal misschien nu wel
een flinke waarde kunnen hebben. Ik heb geen idee. Mensen, de handel begint bij jullie, hè. Jullie moeten zelf gaan handelen en dan op de duur krijgen bepaalde dingen een waarde. We zijn ook aan het kijken of we die waardes kunnen laten noteren op een website, zodat je weet van, ah, oh, dit heeft nu zoveel waarde op de TDT-server. En dan weet je ook wat ervoor betaald wordt. Dus als iemand dan weer te laag biedt, kan het of een scam zijn of weet ik veel wat. Dus we zijn wel echt bezig met hele vette fancy updates, upgrades die eraan gaan komen. Dat is wel heel cool. Even kijken. Wat ik wel kan vertellen is dat gisteren de eerste TDT-rank is gehaald. Dus die is er al. Dus die zal ook vandaag of morgen joinen. Wat ik zei, we proberen echt gewoon zo snel mogelijk die server online te gooien. Alles lag-vrij te maken. Want echt, ja, gisteren was het gewoon te erg. Jullie, ja, zoveel mensen joinen dat we gewoon niet eens konden bewegen. De zaterdag op de duur ging de server open. En ik zat zelfs met de jongens, zat ik te praten van, ja, vertel even wanneer de server overgaat. Dan kan ik meteen connecten. En met dat we zeggen van, de server is open, connecte ik, zit ik als eerste erop, bam! In één keer zit er zo meer dan 150, zat alles al helemaal vol. Dus op de duur, in één keer krijg ik te horen, ja, maar dan proberen nog meer mensen te connecten. Nou, toen keek ik en oh my god. Jullie zijn echt, ja, aan de ene kant is het wel balen, maar aan de andere kant zijn jullie ook wel freaking helden dat jullie het voor elkaar krijgen om gewoon die hele server bijna te laten crashen. Omdat er zoveel mensen proberen te joinen. Dat is echt, stond ik wel even versteld van, laat ik het daarop houden. Oké, dit is heel nice dat we lapjes hebben voor het enchant in ieder geval. Oké, dit gaat wel goed. Ik hoop dat we wat diamonds tegen gaan komen hier. Als we een cave hebben gevonden, dan weten we zeker dat daar diamanten zijn. Holy guacamole. Even kijken, ik wil die diamanten. Want ik moet eigenlijk nu vol gaan sparen voor een stad. Want ja, TDT moet natuurlijk wel eerst een stad hebben. Dus het kan zijn, wat ik zei, op dit account speel ik alleen dus voor video's. Maar het kan dus zijn... Oh my god, we moeten zo alweer weg. Hier weglopen. Oeh, nice. We hebben lava gevonden, doe. Maar of het positief is, durf ik niet te zeggen. Oké, we gaan gewoon even een stripmine die kant op maken. Hoppatee. Ja, want we willen die diamanten of course hebben. Maar ik moet weer naar boven, want ik moet hout gaan verzamelen. Zie je? Damn it. Oké, die kant op, ja. Oh, nu gaat mijn etensbar zo snel leeg. Oh, dit is zo zonde voor je etensbar altijd. Dan moet je zo snel eten weer en dat soort stufferino. Nou, kom op, omhoog. Ja, ik vind het altijd zonde om die bomen weg te halen, omdat dat het van die mooie bomen zijn. We moeten gewoon eigenlijk een klein boompje zien te vinden. En zou ik je wat lullig vertellen, die hebben we hier gewoon niet. Ah, hier kunnen we wel wat van afhalen. Dit is een klein, ja, half klein boompje. Als we gewoon één stuk hout pakken, maak ik gewoon even snel een iron axe. Dan hebben we meer dan genoeg hout. Hallo, wij willen graag hout. We willen daar graag sticks van maken. Ik wil meteen graag een mooie axe. Oh, op 2. Op nummer 2, dankjewel. Hier waren we bezig met een boom, toch? Ja, hier is die. Huppatee, kom maar neer, hakken die handel. Kijk, dit gaat wat beter. Hebben we even snel een stick? Dan kunnen we meteen even met een axe alles neerhakken wat we hebben willen. Ik zou niet weten hoeveel we er moeten hebben. Ligt er nou... Ja, ligt een zeppelin op de grond. Dat is wel fancy. Huppatee. Dit neer. Even als we die hele tak even neerhalen. Dat is nog wel zo'n eindje eigenlijk. Hebben we de rest allemaal? Ik hoop het. Hallo? Hout? Ja, zo te zien hebben we alles. Zeppelin. Ja, oké. Ik dacht dat... Misschien hebben we wel een full inventory. Kan ook, hè? Ja! En nu moeten we keuzes gaan maken wat we nodig hebben en wat niet. Sorry. Sorry, laten we deze in ieder geval die mutten in de furnace stoppen. Met wat kool erin. Ja, die heb ik eruit gehaald, mensen. Want anders zitten jullie straks op mijn plekje en jatten jullie al mijn kool. Dat kan natuurlijk niet. Gooi nog wat iron erin. Huppatee, zo. En we moeten ook even meteen een pickaxe maken. Laten we er meteen 3 maken. 1, oh. Nou, 3, huppatee. Zo. Dan zitten we in ieder geval nooit zonder een pickaxe. Nou, raw mutton. Of gekookt mutton hebben we nu. Nou, de rest laten we erin zitten aan kool. Dat mogen jullie hebben. Oké, ik zou jullie voordeel van de twijfel weer geven, hè. Zo, huppatee, een pickaxe. Zo, hoppatee, klaar. Even kijken, hadden we nog meer sticks? Nee. Ik wou sticks maken. Zo, 4. Hebben we 16. Hebben we 8. Nee, meer sticks zelfs. 32. Maken we ook gewoon meteen torches meer dan genoeg. Zo, dit is wel genoeg, denk ik. Laten we in ieder geval die sticks meenemen. Dan weten we dat het nooit fout kan gaan. Oké, bijna al het iron op. Dan pakken we gewoon al het kool wat we aan kunnen vullen, pakken we eruit. Kijk, we laten gewoon eentje voor jullie erin, de rest neem ik mee. Woehoe! Zo, oké, nice. Die eerste diamonds, die moeten we toch wel ergens gaan vinden vandaag. Hoop ik, gok ik, ga ik vanuit. Als je wat vindt, laat me het weten als je hier in deze cave verder gaat en je vindt wat. Dat zou echt baas zijn dat je hier net de hoek omgaat of zo de andere kant op. Hey, oh, diamonds! In ieder geval stuur, als je wat vets vindt of als je wat vets hebt gemaakt, stuur in ieder geval, deel jouw foto op Twitter met @TDTServer of @DutchTerms. Ik laat ook in ieder geval wat redstone voor jullie liggen. Want dan hebben jullie ook wat stuff daarvan.
Zo, hoppatee, even snel kijken of we een diamond kunnen vinden. Daar zou ik wel heel, heel happy mee zijn. Alleen ik ben gewoon er bang voor dat we gewoon moeite gaan hebben om de eerste diamonds te vinden, hoor. Hadden we de vorige keer ook. Toen we begonnen aan het eerste seizoen hadden we zoveel moeite met het vinden van diamonds. Ik ben daar heel... Oeh, wel iron. Nou, laten we in ieder geval kijken of we... Holy shit. Oh, nice. Nice. Yes. Oeh, een mineshaft of niet dan? Ja. Oh, yes. Dit, mensen, emeralds zijn de duurste dingen die je kan vinden in de TDT-server. Oh yeah, en wij hebben er zojuist 2 gevonden. Oh yeah. Kijk dan. Oeh, emeralds. Even checken of we nog meer kunnen vinden. Oh, dit is zo zwaar fancy dat we hier gekomen zijn. Oh, ja hoor! Woehoe! Dus ga aan de kant, want diamanten... En goud. Oh yeah. Oh yeah. Woehoe. Woehoe. Oh, nog meer diamanten. Kom maar op. Yeah. Vincent heeft diamantenkoorts. 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 Ik heb diamantenkoorts. Na 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 na. Nog meer diamantjes. 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 Kom maar in mijn handjes. Diamantjes. Oh yeah. Oh yeah. De beste begin van de dag. Kijk dan, 7 diamanten en 2 emeralds. Hoe dan? Zit hier nog meer? Oh, ik moet echt oppassen. Oh yeah! Oh yeah! Woehoe! Meneertje Emerald, kom maar met z'n tweeën bij mij. Oh yeah! Woehoe! Oh, ik ben echt helemaal hype vandaag. Holy chips. Kijk wat we hebben gevonden. Gewoon diamanten, 7 stuks al. En ook nog allemaal emeralds. Nou, in ieder geval hebben we al die iron ook meegenomen. Alleen moeten we hieronder ook even gaan checken, lijkt me. Ik zal even checken of ik hier voor jullie even kan kijken of ik nog wat kan vinden. Of in ieder geval, ik laat wat voor jullie zitten ook. Maar emeralds en diamonds, die laat ik niet zitten. Als ik ze vind, zijn ze van mij. Even checken. Oh yeah. Oh yeah. Weer 2 emeralds erbij. Woehoe. Even kijken of hier nog meer is. Gold. Nice. Meteen meenemen die handel. Hoppatee. Meenemen die handel. Oh shit, mijn eten is bijna op. Of course. Zo, oké, mooi. Oké, we moeten straks wel eten gaan zoeken, hoor. Anders zijn we zo zwaar de pineut. Welke kant kwamen we vandaan? Hier? Ja, hier, volgens mij. Nee, hier hadden we wat gevonden. Die kant op, ik weet het zeker nu. Er is ook geen andere weg, namelijk. Zie je? Yeah! Woehoe! Oké, even kijken. We hebben nu die mineshaft. Ja, ik ga deze niet zomaar uit handen geven. Oh, fiets, is dit het serieus? Nee, is dit het? Is dit letterlijk de mineshaft waar we die hele tijd in hebben gezeten? Nou. Oké. Nou, dan vind ik dat we in ieder geval voor vandaag wat mooie spullen erbij hebben gehad. Let op. Bam! 7 diamonds, 6 emeralds, 14 gold nog en 27 iron. Als dat niet mooi is, nou, dan weet ik het ook niet meer. Mensen, in ieder geval allemaal hartstikke bedankt voor het kijken naar deze nieuwe TDT-server. Vond je het leuk? Vergeet even niet op het duimpje omhoog te drukken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, dus steun mocht je dat gaan aan bij Superheld. Hoe! En dan hoop ik dat vandaag de server online gaat. Ik hoop dat je net zo hype bent als mij, dus druk alsjeblieft op dat duimpje omhoog. Zeg tegen jullie mensen natuurlijk tot de volgende keer. En hopelijk zie ik jou op de TDT-server. En hou goed Twitter in de gaten, want we gaan deze week livestreamen. Oeh, spannend. Mensen, tot gauw op de TDT-server. Ik hoop vandaag, hou Twitter in de gaten wat ik zei. En zeg tegen jullie, ciao. Yo.